Blokker Holding gaat zo'n 200 Blokker- en Marskramerwinkels sluiten. Het bedrijf wil zich volledig gaan richten op Blokker en in 2018 wil het bedrijf 400 vernieuwde winkels hebben. Wat dit voor gevolgen heeft voor de 10 Blokkerwinkels in onze regio is onbekend. Wel zeker is dat de twee Marskramerwinkels in het Rijk van Nijmegen gaan sluiten. Naast het sluiten van winkels zoekt Blokker Holding ook nieuwe eigenaren voor enkele winkelketens. Het gaat dan om Intertoys, Xenos, Big Bazaar en Leen Bakker. De actiegroep Schone Waal stopt ermee. De organisatie heeft de afgelopen 3 jaar tientallen opruimacties georganiseerd om het zwerfafval op de Waalstranden op te ruimen. De organisatie stopt omdat het opruimen te veel werk blijkt voor de clubvrijwilligers. Dat betekent echter niet dat de Waalstranden nu vol komen te liggen met afval. De DAR neemt de taak van de actiegroep Schone Waal over. Bij mooi weer gaat het afvalverwerkingsbedrijf iedere dag de stranden opruimen. Opgelet! Twee onbekende mannen hebben zich afgelopen vrijdag voorgedaan als Ziggo-medewerkers om bij bewoners van de Daalseweg in Nijmegen-Oost binnen te komen. Ze zeggen dat de afstandsbediening van de bewoner niet klopt met hun mediabox. Ziggo geeft aan van niks te weten en raadt aan de politie te bellen als men benaderd wordt door de mannen. De mannen zijn beide blank, Nederlands en tussen de 25 en 30 jaar oud en zien er netjes uit. Ze dragen geen bedrijfskleding en hebben waarschijnlijk ook geen wagen met het logo van Ziggo erop. De politie heeft vrijdag nog naar de mannen gezocht, maar ze niet gevonden. Terwijl veel eredivisieclubs al klaar zijn met de competitie, bereidt NEC zich voor op de na-competitie. Donderdag moeten de Nijmegenaren aan de bak. De club van Ron de Groot gaat dan op bezoek bij FC Emmen. En daarom werd dinsdag alweer hard getraind, onder toeziend oog van enkele supporters.